Een maand die bij Allah Azza wa Jal zal opvallen. Deze Ramadan zal een maand zijn, zoals Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, dat deze maand voor mij en jou, inshallah, dadelijk een andere maand gaat worden. Die ene Ramadan, deze wat nu aan gaat komen, dat zal de Ramadan worden waar Allah azza wa jal naar zijn malaïka kijkt en getuigt en zegt: zien jullie mijn dienaar? Zien jullie mijn dienares die? Allah is de alwetende, alziende, die heeft dat al gezien, maar die wilt getuigen. En wat voor getuigen zullen voor jou getuigen? De engelen die Allah niet ongehoorzaam zijn. Maar luister dan, subhanallah. Luister wat deze Ramadan voor jou en mij kan betekenen. Dat Allah azza wa jal zo trots op jou is en op mij is. Dat hij ziet dat wij dit allemaal voor elkaar krijgen. Dat de malaïka dit bevestigen. En dan Allah azza wa jal dan ook zegt: Oshedokom, ik laat jullie getuigen, jullie zijn getuigen ervan. Anni qad ghafartu lah, faktubu abdi ma man ataqtu raqabatah. Allah, die jou ziet, je inspanning dat die anders is dan al die andere jaren. De Ramadan die anders is dan al die andere jaren. Tegen zijn engelen zegt: jullie zijn mijn getuigen. Dat jij, mijn dienaar of dienares, Oshedokom enni qad ghafartu lah, al zijn daden of haar daden zijn vergeven. Ik schrijf hem op, noteer dat hij behoort tot die lijst die ik elke dag la red uit het helfuur. Verlangen wij niet om te behoren en voor te komen in deze lijst? Verlangen wij alleen maar op andere lijsten te staan bij bepaalde clubs zodat je via de VIP-ingang ingaat? Verlangen wij alleen om de lijst te staan voor schouderklopjes te krijgen van mensen die ons niet kunnen helpen? Verlangen wij niet om op deze lijst juist te staan dat achter jouw naam en achter mijn naam zal staan: hij is gered uit het helvuur. In deze maand, deze maand die wij anders hebben ingevuld, waar Allah azza wa jal over ons tegen ons zegt en Mohammed zelfs hem bevestigt: As-siyam wal Qur'an yashfa'an li sahibihima yawm al-qiyamah, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. De Qur'an die jij dan in deze maand hebt gereciteerd en waar je mee hebt verdiept en waar je een band mee hebt gekregen, de siyam die jij anders hebt gedaan dan al die andere jaren, deze siyam yashfa'an, die zullen het opnemen op de dag dat jij voor Allah komt te staan en jij honger zult hebben en jij dorst zult hebben. Een dag die duurt 50.000 jaar en daar de siyam komt bij Allah azza wa jal en zegt: Ja Rab, hij deed mij goed onderhouden. Ja Rab, met mij, omwille van u deed hij afblijven in mijn periode, in mijn dagen deed hij door mij. Heeft hij zich ingezet om niet te drinken, niet te roken, niet te allerlei zaken die halal voor hem waren, bleef hij vanaf omwille van een uur. En ja, zelfs harame zaken bleef hij 16 uur of 14 uur vanaf omwille van u. Hij kon het doen, niemand zag hem, hij kon zich terugtrekken. Maar nee, hij was oprecht en hij deed het voor u. Ja, mijn dienaar, o mijn Allah, voor u in deze periode is zij begonnen met een nieuwe bladzijde, met een nieuw begin met Allah. Op dit moment zal Allah azza wa jal door de getuigenis van jouw siyam, van deze Ramadan die anders is dan alle andere Ramadan, zal die zeggen: Kulu wa shrabu aniyan bima asleftum fil ayyamil khaliya. Eet. Ja, de anderen zullen honger lijden, maar jij? Nee, de siyam komt voor jouw getuigen. Eet en drink. Eet en ga, loop door. En daar zal Mohammed sallallahu alayhi wa sallam staan waar je naar verlangt. Daar zal die staan bij de fontein. En waar jij uit zijn edele hand mag gaan drinken. En daarna, nadat je hebt gegeten en hebt gedronken. En daarna nooit meer honger zult lijden. Nooit meer dorst zult hebben. Zul jij in de voetstappen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam het paradijs binnentreden. Omdat jij en ik misschien Ramadan, een andere Ramadan hebben gemaakt.